energie en relativiteitstheorie. We gaan eerst even rustig beginnen met een elektron. Elektron staat stil, ja, de snelheid is 0 meter per seconde. En waarom zou je eigenlijk gaan bewegen? Nou, ik zet er op een bepaalde afstand een plaat neer en die heeft een positieve lading. Ja, het spanningsverschil tussen het elektron hier en de plaat is 10.000 volt. Ja, dat betekent dus dat de energie van het elektron is 0 joule kinetisch, maar hij heeft wel elektrische energie. En die is Q maal U, lading maal spanningsverschil. Oftewel, het elektron wil dolgraag naar de plaat toe vliegen, dus waarom eventjes stevig vast, want ik wil eerst even berekenen hoe groot de elektrische energie is. Oftewel, voor Q invullen de lading maal de spanning en dan krijg ik dat de elektrische energie is 1,6 keer 10 tot de macht min 15 joule. Goed, we laten hem los en hij vliegt naar de plaat toe en vlak voor de plaat, ja, dan is de elektrische energie afgenomen naar 0 en wet van behoud van energie betekent dus dat de kinetische energie, die is nu 1,6 keer 10 tot de macht min 15 joule. En hiermee kan ik dan ook berekenen hoe groot de snelheid van het elektron is. Ja, kinetische energie, half mv kwadraat. Oftewel, v is, nou hier staat die. En je vult alles in. Ja, eventjes binus gebruiken voor de massa van het elektron op te zoeken. En dan krijg ik een snelheid van 5,9 keer 10 tot de macht 7 meter per seconde. Ik kan die snelheid natuurlijk opvoeren door een hoge spanning te nemen. En dan krijg je wel een probleempje, maar stel je voor, ik gebruik niet 10.000 volt, maar ik gebruik 1 miljoen volt. Als je dat zou invullen en berekenen, dan krijg je een snelheid van 5,9 keer 10 tot de macht 8 meter per seconde. En dat is sneller dan het licht. En dat kan natuurlijk niet. Hoe is dit op te lossen? Wel, een elektron wat in rust is, heeft kinetische energie van 0. Daar is niks mis mee. Maar behalve kinetische energie, heeft ieder deeltje, dus ook het elektron, ook een rustenergie. En de rustenergie, even binnen erbij, ja, daar staat het. Ja, de rustmassa van het elektron is daar. En dan kun je de rustenergie berekenen met de belangrijkste formule van Einstein. Ja, E is mc kwadraat. De massa, ja, die 9,1 keer 10 tot de macht min 31, maal de richtsnelheid in het kwadraat, kom je op 8,19 keer 10 tot de macht min 4. Of je kunt het ook naar elektrovolt doen. Of nog leuker naar mega-elektrovolt. En dan zie je dus inderdaad dat keurig overeenkomt wat in binnen staat. Ja, de elektron heeft een energie van 0,51 mega-elektrovolt als het in rust is. Als het elektron niet in rust is, is de kinetische energie niet nul. Niks mis mee. Maar hij heeft nog steeds ook de rustenergie, die blijft hij altijd houden. Oftewel, de totale energie is rustenergie plus kinetische energie. Maar de kinetische energie, die is geen half mv kwadraat. Wat is het dan wel? Wel, de totale energie is e rust plus e kinetisch. De rustenergie is e is mc kwadraat. En de totale energie, die is gamma maal mc kwadraat. En die gamma factor is natuurlijk weer deze. Ja? Nou, hiermee kunnen we e-kinetisch bepalen. Want wat is e-kinetisch? E-kinetisch is natuurlijk dan gelijk aan e totaal min e rust. En als ik dit invul, dan krijg ik dat de kinetische energie is e totaal.
oftewel gamma maal mc kwadraat min mc kwadraat. Een beetje leuker geschreven krijg je dan dat de kinetische energie gelijk is aan gamma min 1 maal mc kwadraat. Als we dit in een diagram zetten, ja, de energie als functie van snelheid, en we kijken eerst eens naar E is een half mv kwadraat, iets wat we dus altijd al hebben aangenomen. En hierbij gaan we ook tegelijk bekijken hoe het dan is als je gebruik maakt van E is gamma min 1 maal mc kwadraat. Dan zie je dat die twee lijnen hier, ja, in dit gebied bijna gelijk zijn. Ja, oftewel, bij lage snelheden maakt het niet zoveel uit als je voor E kinetisch een half mv kwadraat doet of de relativistische uitdrukking voor E kinetisch. Maar bij hogere snelheden, ja, dan krijg je wel een groot verschil. En als de snelheid in de buurt komt van de lichtsnelheid, dan zie je dus dat de energie oneindig hoog wordt. Ja, je zult dus nooit zoveel energie erin kunnen stoppen dat de snelheid over 1c heen gaat. Een andere wijze om met energie om te gaan is dat je naar de massa kijkt. Ja, dan is de totale energie altijd mc kwadraat. Maar in plaats van m gebruik je m ster. Als de snelheid 0 is, dan is er niks aan de hand. Dan is die m ster gewoon de rustmassa. Maar als een deeltje sneller krijgt, dan zal de massa gaan toenemen. M ster is dan gelijk aan de gamma factor maal m rust. Dus een elektron wat stilstaat, is lichter dan een elektron wat beweegt. De massa neemt toe. Je kunt dan de kinetische energie gewoon gebruiken met een half mv kwadraat, maar in plaats van m krijg je dan m ster. Oftewel, een hogere snelheid moet je voor m dus ook een grotere waarde invullen. De bovenste manier, hier zo, dat wordt relativistische energie genoemd. En de onderste manier wordt relativistische massa genoemd. Ja, voor de resultaten maakt het niks uit. Beide manieren geven hetzelfde resultaat. Maar natuurkundig is relativistische energie correcter. Voor niets gaat de zon op, maar de zon heeft wel wat nodig. Namelijk energie. En energie komt uit kernfusie. Hier staat hoe het in zijn werk gaat. Ik heb een deuteriumkern, een tritiumkern. Die twee fuseren samen. En het resultaat is een heliumkern, één neutron en een hoop energie. Nou, de deeltjes blijven allemaal gelijk. Je ziet hier twee protonen en drie neutronen. En dat heb ik hier op het eind ook. Waar komt nou de energie vandaan? We kijken eerst eventjes naar Binas tabel 25. Daar staan alle massa's. Ik kijk even naar de massa van deuterium. Ja, deuterium. Ja, waterstof met massa 2. Ja, dus de massa is hier 2,014102. En dat is eenheid U, atomaire massa-eenheid. Nou, dat is dus de massa van deuterium. Tritium staat daar. Helium. Ja, let op, helium 4. Ja, is dus hier deze. En het neutron, hè, dat staat erboven. Die kijk daarbij. Goed. Nou, die heb ik overgenomen. Kan binnen zijn weg. En ik kijk eerst eventjes voor de kernfusie. Voor de kernfusie heb ik een totale massa van, nou, hier staat die. Maar na de kernfusie, hoe vreemd, krijg ik een massa die lager is. Ja, ik heb een massaverschil, weliswaar niet groot, maar het is er duidelijk wel van 0,01883 U. En dat levert energie op, want energie is gelijk aan mc kwadraat. Je vult m in en je krijgt
de energie. Nou, je kunt het op deze manier berekenen. Ja, en ik maak dan gebruik van massa-defect. Ja, het verschil in massa wordt massa-defect genoemd. Hoeveel energie is het? Je kunt het invullen, maar je kunt ook binnens gebruiken. Ja, je ziet hier weer dat 1 U is gelijk aan zoveel mega-elektronvolt of zoveel joules. Oftewel, je gaat gewoon dit maal dat doen of dat en je krijgt te horen hoeveel energie het is dat bij 1 fusie vrijkomt. Het is misschien wel heel klein, maar er zijn natuurlijk miljarden en miljarden kernfusieprocessen bezig in de zon. En dat geeft meer dan genoeg energie. In ieder geval wel wat meer dan hierbij. Hoewel, deze persoon heeft natuurlijk ook ontzettend veel energie. Als je de relativistische energie erbij kijkt, de rustenergie, dan barst deze persoon van energie. Goed te weten. Tot ziens.